Ja, we zijn 2 jaar geleden begonnen om te kijken of het leuk is om met meiden te gaan trainen. We hebben normale talententraining, de soccercamps. En de meiden, ja, dat wordt steeds populairder. En we zijn hartstikke blij dat jullie hier zijn. We gaan een paar leuke trainingen doen op die woensdagmiddag. En wat heel bijzonder is, en waar we ook ontzettend blij mee zijn, dat we dus vandaag beginnen met voor jullie misschien wel iets om naar uit te kijken als je talent hebt. Manon Melis. Iemand die 136 keer voor het Nederlands elftal heeft gespeeld. Dat moet ook een stimulans voor jullie zijn. Maar het belangrijkste is wat we gaan doen, is dat we met elkaar plezier gaan hebben. Voor de rest wens ik iedereen heel veel plezier. Doe je best. Goed luisteren naar de trainers. En Manon, nogmaals ontzettend blij dat je erbij bent. Yes, dames. Thanks. Ja, lekker naar de kleedkamer komen halen. Als Feyenoord bij je aanklopt, ja, het is wel iets groots, vind ik. Dus ik was blij verrast. Ja, ik heb er wel gewoon heel erg veel zin in. Ik heb al een paar maanden niet echt meer gevoetbald. Nu ga ik natuurlijk niet zelf voetballen, maar ik sta wel weer op het veld. En ja, met allemaal enthousiaste kinderen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Let's go! Nou, inderdaad, extra rondjes. Meiden, kom allemaal maar een bal halen. Ja, we gaan als warming-up gewoon eerst even lekker dribbelen. In dit vierkant, meiden. Dicht bij jou. Probeer eigenlijk elke keer, elke stap die je zet, de bal aan te raken. En ook kijken, hè, dat je niet tegen elkaar opbotst. Liefst had ik natuurlijk zelf voor Feyenoord gevoetbald. Vroeger toen ik klein was, ja, kon dat helemaal niet natuurlijk. En dat vond ik altijd heel erg jammer. Maar ik vind het nu natuurlijk gewoon heel erg leuk dat ik wel bij de club dus werkzaam ben. Maar dan in een andere rol. Niet als speler, maar als trainer. En ja, superleuk nu natuurlijk dat er ook meidenmodules zijn. Dat ook meiden voor Feyenoord kunnen trainen. Dus vind ik allemaal heel positief en leuk. Goed zo. Dicht bij jou, hè. Goed blijven kijken, hè, dat je niet tegen elkaar opbotst. Ja, stop maar. De volgende oefening doen we. Dan gaan we kijken of we het ook zo kunnen doen. Zodat we zo naar voren gaan. Heel rustig. Dat hoeft niet snel. Rustig. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eigenlijk heeft het heel mijn leven in het teken gestaan van voetbal. En altijd alles gegeven. En natuurlijk de afgelopen 10 jaar in het buitenland gezeten. Dus ja, die eerste paar weken waren natuurlijk best wel een beetje vreemd. Omdat je gewoon echt thuis bent. En je weet dat je ook niet meer weg hoeft. Want normaal gesproken was het zo van, over 4 weken moet ik bijvoorbeeld weer weg naar het buitenland. En nu was het echt zo van, wat wil ik en wat voor baan zou ik ambiëren. En ik wilde sowieso wel in de voetballerij blijven. Dus ik vind dit wel heel erg leuk en vooral met de jeugd werken is toch wel wat mij het leukst lijkt. Lekker in beweging blijven van de scout, hè? Probeer te oefenen met links en met rechts. Sowieso betere voetballers maken, maar ja, gewoon heel veel tips geven. En er zullen vast heel veel ambitieuze meiden bij lopen. En ja, aangezien ik veel ervaring heb en ook natuurlijk een pad heb bewandeld met Nederland zelf ertoe, prof in het buitenland, denk ik wel dat ik ze wat tips kan geven. Ja, iedereen is echt heel erg positief en ja, alleen maar leuke reacties heb ik gekregen. Nou, ik vind sowieso een goed punt dat Feyenoord een meiden soccer school heeft. Vooral in Amerika zag je dat heel erg veel, dat het ook onwijs populair was bij mijn oude club dan. Ik ga nu gewoon lekker aan de slag bij de soccer school. Eigenlijk ook wat voor trainer ik zelf ben natuurlijk. En zelf moet ik me natuurlijk ook ontwikkelen als trainer zijn. Nou, dan zien we wel in de toekomst wat ik ambieer.